Welkom allemaal, echt leuk dat jullie er zijn. Wij gaan jullie vandaag dus wat uitleggen over de zee. Het is niet echt zonnig strandweer, maar dat maakt voor Cleo en Raaf niet uit. Ze doen mee aan een workshop over muien, sterke stromingen in zee. Ik vind het belangrijk, ik ga vaak naar het strand en ik wil graag weten als er iets gebeurt, hoe ik er dan uit kan komen. Er zijn steeds vaker dat er mensen verdrinken. Dus dan is het wel veilig voor als je in de mui komt, dat je dan weet wat je moet doen. Een mui is eigenlijk een stroming de zee in. Je kan het ook wel zien als een soort van rivier de zee in. De reddingsbrigade organiseert vandaag op het strand van Scheveningen allerlei workshops. Daarmee willen ze mensen leren hoe je veilig zwemt in zee. Wereldwijd verdrinken er nog steeds veel te veel mensen, ook in Nederland. Wij denken dat elke verdrinking, dat is er gewoon één te veel. En ik denk door heel veel informatie te geven, kunnen we dat voorkomen met z'n allen. Wat wel belangrijk is als jij in het water ligt, dat je bewust bent dat die stroming er kan zijn. Als je in zee zwemt, kan je in een mui terechtkomen, een sterke stroming. Om te voelen hoe dat is en om te leren hoe je ermee omgaat, gaan ze hier de zee in. Dus je merkt dat je eigenlijk heel makkelijk met zo'n mui dus heel diep de zee ingaat. Je hebt niet altijd direct door als je erin zit, maar als je er wel in zit, kom je dus niet terug. Muien zijn dus lastig te zien. Ze ontstaan door zandbanken, grote hopen aangespoeld zand die onder water liggen. Het water dat terug de zee ingaat, stroomt tussen die zandbakken door. Dat is een sterke stroming waar je maar moeilijk tegenin kunt zwemmen. Cleo heeft het meegemaakt. Ik ben in andere landen wel eens in de mui gekomen, maar ook wel gelukkig weer uitgekomen. Dat is natuurlijk best wel spannend, maar dan moet je gewoon je uit laten drijven totdat de stroom wat minder wordt. En dan zwem je gewoon naar de zijkanten, ver weg. En dan kan je proberen terug te zwemmen naar de kust. Inderdaad, rustig blijven, met de stroming meedrijven tot het minder sterk wordt. En dan zwem je makkelijk via de zijkant weer terug naar de kust. En nou, we gingen net in een mui zwemmen. We werden naar achter getrokken op zee. Toen gingen we naar de zijkant zwemmen en dan konden we terug naar de kust zwemmen. Moet je eigenlijk bang zijn om bijvoorbeeld in de zee te zwemmen als kind? Nee, niet bang zijn, maar je moet gewoon altijd voorzichtig zijn. De zee is geen zwembad, je kan de bodem niet zien, er zijn hele gekke stromingen. Dus kinderen gewoon tot de knieën in het water en zorg dat je nooit alleen het water ingaat. Goed opletten dus. En volgens Cleo en Raaf is het belangrijk dat meer kinderen ervaren hoe het is om in een mui te zwemmen. Ik denk dat ze al vroeg leren hoe het dan zeg maar moet en dat je dan gewoon naar het strand kan en als er wat gebeurt dat je dan weet wat je moet doen.